Voor ACV-aanvoerder Ipe Jansma begint de wedstrijd wel heel erg pijnlijk. We hebben 3 minuten gespeeld en dan komt hij in botsing met Jelle Loosman. En dat levert Jansma een bloedende hoofdwond op die even later gehecht moet worden. En in de herhaling zien we een duidelijke elleboogstoot van Loosman die hier ontsnapt aan de rode kaart. Jansma wordt dan vervangen door Daan Korenhof. En we zien hier de eerste goedlopende aanval van ACV. René Westerveen vindt het hoofd van Germain Beck. Alleen Beck heeft niet het geluk aan zijn zijde en zijn bal gaat raaklinks over het doel. Even later opnieuw een goedlopende aanval van ACV. Philip Ties draait goed naar binnen. Goed schot. Alleen zijn inzet strandt op de vuisten van keeper Romkes. En zo is ACV in die beginfase de beter voetballende ploeg. Met kansen zoals hier Martin Bloem op Rolf de Boer in eerste instantie. En in tweede instantie. Maar opnieuw levert het geen doelpunt op. Urk kan er nauwelijks iets tegenover stellen. Dan een paas van Germain Beck op Philip Ties. En na 31 minuten spelen komt ACV dik verdiend op een 0-1 voorsprong. Een mooie trap hier van Germain Beck. Ja, en Ties is net even wat eerder dan doelverdediger Romkes. En dat betekent voorsprong voor de Assenaren. Die blijven aanvallen. Opnieuw geluk hier voor Urk. Romkes krijgt de bal niet onder controle. Maar geluk voor hem en Urk gaat de bal uiteindelijk achter. Germain Beck. Het is nu zoeken naar de mogelijkheid om zo snel mogelijk die tweede treffer te produceren. Philip Ties speelt zichzelf vrij. Goed schot. Maar opnieuw geen geluk. Urk dan kan er heel weinig tegenover stellen. Creëert zich in die eerste helft niet één echte kans. Terwijl ACV daar wel de mogelijkheden toe heeft. Zoals hier Jan Hooiveld is sneller dan zijn tegenstander. Vindt Philip Ties. En 5 minuten voor de rust wordt het zowaar 0-2 voor ACV. Mooie uitgespeelde goal. Met aan het hoofd natuurlijk Jan Hooiveld. Die met name in de eerste helft een prima wedstrijd speelde. Rolf de Boer, hij brengt de ruststand op het scorebord van 0-2. Beginfase van de tweede helft. Opnieuw de mogelijkheid voor ACV. Philip Ties, ja, komt een paar centimeter tekort op die inzet van Steve van der Broek Humphrey. En dan wordt het langzamerhand tijd dat Urk wat gaan doen. Gooit een portie fysieke kracht in het spel. Voorzet hier van Geert Hemelrijk. Ja, en dan is het uiteindelijk de centrale verdediger Tunis Kramer die de bal kan binnenkoppen. En dan hebben we precies een uur gespeeld. En gaat Urk natuurlijk op jacht naar de tweede treffer. Afstandsschot hier van Randy Jelies, de invaller. Geen succes. Geert Hemelrijk dan met een corner. Lichtelijke paniek in de verdediging van ACV. Mag Hemelrijk het nog een keer proberen. Alleen dit is een simpele prooi voor keeper Marcel Groothof. Maar ook ACV blijft de aanval zoeken en krijgt kansen zoals hier Philip Ties. Alleen zijn inzet komt op de lat. En anders had hier al de derde treffer genoteerd kunnen worden. Jan Hooiveld dan. Open dan de linkerkant. Philip Ties draait goed weg van zijn tegenstander. Rond 16 meter. Ja, en dan is Romkes opnieuw kansloos. En dan hebben we precies 75 minuten gespeeld. En komt ACV op een 1-3 voorsprong. En dan is het verschil weer 2 treffers. Prachtige actie natuurlijk van Philip Ties. En de doelverdediger is kansloos. Urk probeert het dan nog wel. Met name ook vanwege fysieke kracht. En het krijgt een kansje hier. Maar Germain Beck is goed meegelopen. En voorkomt hier een tegentreffer. Tot teleurstelling van Urk, want die claimt hier een strafschop. Ja, en dat claimen gaat wat al te robuust. Er is zoeken naar de dader door scheidsrechter Slager uit Staphorst. En dan zien we de rode kaart. En die is voor Bartel Oost, de linkerspits van Urk. Even later ook nog een tweede rode kaart die we helaas niet in beeld hebben. Een rode kaart voor Danny Mazzareo. En dan moet de thuisploeg dus met 9 man verder in de slotfase. Met de laatste aanval in de wedstrijd voor ACV. Philip Ties vindt het hoofd hier van Martin Bloem in blessuretijd. Bepaalt hij de eindstand op 1-4. Een verrassende, maar wel dik verdiende overwinning voor ACV.
En dat betekent na afloop natuurlijk een feestje voor de Arsenaren die de competitie volledig spannend houden. Dit begon vanmorgen al. Ik stond op en ik voel gewoon goed. Vol vertrouwen. Deze week goed getraind, scherp. Ook op het randje, omdat we moeten met z'n allen en we willen kampioen worden. En ik heb vandaag binnen lijnen geen twijfel gekend. De druk ligt natuurlijk bij Urk, maar die ligt zeker ook bij ons. We moeten nog drie en die drie moet je winnen. En dan zijn we nog afhankelijk wat Urk doet. Maar voorlopig mag je toch stellen, ACV is weer in de running, dus goede hoop op een goede afloop? Nou, volgens mij heeft vandaag wel een kampioensploeg heeft laten zien dat ze toch wel wat kunnen. Dus ik heb zeker, na Holwierde heb ik het gevoel gehad van wij gaan het pakken. Absoluut.